Oh, je moet je echt uitkijken in dit bos. We hebben ze net zwijnen ervoor gehad. Van hier waar we staan, tot ongeveer tussen deze en die boom schoten ze weg. Super dichtbij komen ze. Maar ze zijn niet erg blij, want ze knorren. Ik hoor overal geluiden, jongens, niet normaal meer. Ze komen blijkbaar uit dat hele dichte stuk daarachter. Schieten ze weg, schieten ze blijkbaar hierheen. En er is noodweer en onweer op komst. Gaan we waarschijnlijk niet redden, gaan we zeker over ons heen krijgen. Maar ze komen dus uit die hele dichte stukken, komen ze. Dat hele zwarte daar. Wow. Het hele bos zit helemaal vol met zwijnen. Op zich valt het wel mee met het omploegen van alles. Maar ik denk dat ze hier meer dat groene eten, wat je nou gewoon in beeld ziet algemeen. Maar dit is echt oppassen, weer een. Weer een geluid daar vandaan. Kijk, en hier ook, dit is gewoon riskant hier dit. In deze dichte stukken zitten ze. Kijk, je ziet dat het iets omgewoeld is. Dus ze lopen. Ja, wildwissel. Hier, helemaal langs. Wow, dit is dicht. Hier ook weer. Het zijn wel hele mooie fietspaden. Ik hou het eventjes in de gaten. En waarschijnlijk van de week misschien met fietsje achterin doen. Even de bandjes controleren. Kijk, hier ook weer. Kijk dan hoe ondoordringbaar dit is. Oké. Dan gaat het van eens naar ondoordringbaar naar een open bos. Kijk goed. Die rand hier, kijk eens. Dit pad loopt waarschijnlijk helemaal daarheen. Kijk maar.